Lianne, wat heb je nou al in die ene minuut uit het gras gevist? Nou, een stuk of 15 plastic netjes die hier op de lammenmarkt liggen. Het is echt onvoorstelbaar, hè? Ja. En ja. Dit is dus plastic? Ja, dit is plastic. Het heet de term is Netlon Turf. Gewapende kunststof netjes die hier het gras aan de lammenmarkt moeten verstevigen om evenementproef te maken. Nou, jullie zijn nou anderhalf uur bezig en in één minuut heb je er dus al 15. Ja, in anderhalf uur heb je er... We zitten nu denk ik al ruim over de 10.000 stuks. Serieus? Dus dat, het aantal is gigantisch. En de gemeente die zegt juist, het is een incident. Bij het aanleggen is er misschien wat de gracht ingewaaid. Maar als je dus nu hierheen gaat en een uur een beetje rondkijkt, dan heb je dus al meer dan 10.000 stuks. Dus dat, het totale aantal wat hier ligt, dat moet gigantisch zijn. En dan hebben we het over plastic, kunststof en dat waait dus ook het water in. Ja, ja, we vonden het dus heel veel in het water. En zoveel dat we gingen denken van, wat is dit eigenlijk? Waar komt dit vandaan? We hadden geen idee uiteindelijk op Twitter gegooid. Toen zei iemand, het is Netlon, het komt van een grasveld. Toen zijn we hier gaan kijken. En ja, dit bleek dus de hotspot te zijn waar het allemaal vandaan komt. En je vindt het hier gigantisch. En het waait allemaal maar de gracht in. En het is van hetzelfde plastic als onze kano's. Dus het drijft. Maar het drijft zo de zee in. Want als het gras gaat groeien, dan komt dat spul los. Nou ja, het is ervoor gemaakt om dus het gras sterker te maken. Maar juist eigenlijk op de plekken waar dus de auto's eroverheen rijden, daar bolt het zeg maar weer omhoog. En dan verschijnt het weer. En dan door de wind, als het een beetje droog is, dan waait het allemaal weer de gracht in. Een dubbelganger! Autocommist? Ja, ze begint te vallen. En dan met bonen te vallen. Jij bent de broer van, begrijp ik. Ja, precies 2 minuten. Nou, hebben jullie met de Partij voor de Dieren hier ook vragen over gesteld al? Ja, dat klopt. En de antwoorden daarop waren een beetje teleurstellend. Ze gaan het Netlon gewoon laten liggen. En ze gaan ook nog plastic korrels in de garenmarkt in het gras stoppen. Ditzelfde spul? Nee, iets anders. Wat door het zonlicht kapot gaat, maar zeggen ze. Maar als dieren bijvoorbeeld wurmen gaan opgraven, meeuwen of zo, dan gaan die plastic korreltjes in hun maag natuurlijk niet kapot. Want in hun maag komt de zon niet. Dus wat dan? Maar sowieso, je moet gewoon geen plastic in de grond stoppen. Dus wij gaan kijken hoe we hier een politiek vervolg aan kunnen geven. Misschien een motie voelt. Misschien komt er een initiatiefvoorstel. Plastic uit de grond. Wie weet, we moeten nog even kijken in het nieuwe jaar.